Hoi, ik ben Floris. En ik ben Mark. En dit is Bagheera. En wij hebben besloten ons huis te verkopen, een camper te kopen en begin volgend jaar naar Italië te vertrekken op zoek naar een nieuw thuis. Goedemorgen, goedemorgen. Het hagelt en het sneeuwt een soort van. Ja, nou echt sneeuw wil ik het niet noemen, maar klein hagel, bevroren sneeuwvlokjes zou ik bijna zeggen. Zo'n sneeuwvlokjes niet altijd bevroren? Ja, maar dan in de harde vorm. IJssneeuw. IJssneeuw, ja. Nou, we gaan even lekker een ontbijtje doen. Nederlandse chocobroodjes. Vervolgens gaan we inpakken. Ja, ik ben net al een klein beetje begonnen. Het is nu namelijk 9:50. En ik wil eigenlijk rond 10 uur weg. We moeten nog even naar de supermarkt. En die zijn op zondag, sowieso als een supermarkt op zondag al dicht is, snappen wij dat wel. Wij zijn daar wel voorstander van. Maar één dag in de week moet kunnen. Maar toch hebben we een paar dingen nodig. En we zijn gisteren blijven staan. Bewuste keuze om toch wat te kunnen doen. Een keer een dag in plaats van werken. Dus we gaan even naar de supermarkt. Moeten we wel even spulletjes hebben. Ja, de koelkast is leeg. Nagenoeg. Hij is nog niet leeg, maar qua avondeten zit er niet echt meer wat in. Nou, we kunnen nog tortilla's auto maken. Ja. Maar daar hebben we geen gehakt voor. Nou, die maken altijd zonder gehakt, schat. Oh. Er zitten bonen in. Dus eiwit genoeg. Okay. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we ze erin pakken. Ja. En dan, ik ben blij dat het niet veel of niet gesneeuwd heeft, zeg maar. Want daar heb ik vannacht nog wel van gedroomd. Dan denk ik, oh, toch niet. Een heel pak sneeuw waar we erheen moeten. Maar ja, als zo'n pak sneeuw was, dan bleef gewoon nog een dagje staan. Hadden we blijven staan. Dus dat gaan we doen. Ja. En verder nog nieuws. Hoe heb je geslapen? Ik heb wel lekker geslapen. Jij? Ja, ik heb veel gedroomd. Ja, dat is ook wel. Ik kwam gisteren op de Italiaanse website een huis tegen. Ja, en dat spreekt dan meteen tot de verbeelding, zeg maar. Dus dat is ja, dan dat een is huis. Zo'n mooi huis. Ja, dat is nog steeds een heel mooi huis. En ik denk in de tijd dat wij in Italië zijn, dat we er misschien wel even langs kunnen. Maar het is bij zo'n huis zie je meteen de potentie. Er moet nog heel wat gebeuren. Maar je hebt meteen het gevoel van... Wat ja, je wil. Je hebt de vibe, zeg maar, van het huis. Heb je te pakken. De goede vloeren zitten er nog in. Er is nog niks aan verprutst. Het hele oude meubilair staat er nog in. Met een hele grote vleugel ook nog. Ja, dat zijn dingen die dan... mooi zijn om te zien. Dat, nogmaals, het pand geeft wel erg veel werk. Ja. En er zit hoeveel grond bij? Ik geloof bijna 5 hectare grond. Dus, meer? Nee, 5 hectare. Oh. Nou, iets minder zelfs. 47.000 vierkante meter. Dus krappe 5 hectare. En ik heb vannacht dus allemaal omheiningen staan maken. En brandstukken vrijmaken, zeg maar. Dat de brand niet kan overslaan van al die bomen. En zo ben ik met de grond bezig. En mijn vader was de luiken al aan het schilderen en schuren. En het hout aan het kloven. Dus ja, dan ben je toch bezig. Dus tip, ga niet op huizenjacht net voordat je gaat slapen. Want dan, dat is een beetje als ik die naar plantjes ga kijken vlak voor het slapen. Ja, dan is Floris de hele dag dan ben ik de hele dag bezig met hoe ik de plantjes kan gaan stekken die ik gekocht heb. Ja. We gaan even gauw ontbijten, want anders dan komen we tijdsnood. Tot straks. Tot straks. Kietje, we moeten ook nog even jouw portemonnee plunderen. Want voor het eerst hebben wij dierentoeslag gehad. Moeten betalen. Ja, dus het is niet veel, maar het is meer dan toeristenbelasting. Wat was het, €1,50 per dag? €1,50 per dag. Dus het is de moeite niet. Maar ja, voor het eerst moeten we zijn portemonnee aanspreken. Hé Kietje, ja, je kost voor het eerst geld, jongen. Hij ziet dat niet zo. Nee, hij vindt dat hij dat waard is. Nou, dat is helemaal prima. En het zonnetje gaat achter mij een heel klein beetje schijnen. Dus ik denk dat hij zo meteen lekker in de zon gaat zitten. We zijn weer onderweg. Ja, helaas hebben we de plek verlaten. Was een fijne plek. Ik had er nog wel een week kunnen blijven. Ja,
Dat was echt vakantiegevoel. Ja, het was echt even. Dit is de eerste plek, denk ik, waar ik redelijk tot rust kom. En het loslaat van dat je ook afsluit, zeg maar, en de balans vinden tussen werk en ook een beetje genieten. Ja. Plus, het was heel informatief voor ons. Ja, we hebben ook veel geleerd. We hebben weer veel gezien. Veel... Een aantal dingen gezien die wij anders zouden doen. Niet zozeer in negatieve zin, maar... Ja, met name denk ik de grootsheid van zoals we het hier al wel weer doen. De vraag is natuurlijk wel, en zeggen we ook terecht, ja, waar kom je dan van rond? Ja, nou ja, goed, met minder genoegen nemen. Misschien. Ja. En hopen dat je wat minder kosten hebt. Of die vooraf ingecalculeerd hebt, waardoor je daarna niet zo'n... zoveel nodig hebt om van te leven. Dat is misschien de strekking. Al zie ik wel waarom ze dit zo doen. Ja, ik zie dat wel. Ze zijn mooi voor elkaar. Absoluut. Absoluut. Alles is er. Wij hebben ongeveer een uurtje te rijden naar de supermarkt. Ja, we gaan naar de Leclerc. Leuk bruggetje hier trouwens. Oh, we gaan hier het spoor over. Ja. Daar zijn we gelopen. Maar goed. We gaan naar de Leclerc. Ja, we gaan naar jouw schatje toe. Ja. Naar Leclerc. Floris heeft niks met Formule 1. Ik sta trouwens niet meer over. Floris heeft niks met Formule 1, maar als het over Leclerc gaat... Dan vind ik het helemaal leuk. Dan vindt hij het helemaal leuk. Dus we gaan even boodschapjes doen voordat de winkel dicht gaat. Die gaat om 12:30 dicht. We hebben een 3 kwartier op de shoppen. Nou, dat is genoeg. Hopen dat ze snijplanken hebben. Ja, dat hopen we ook. En anders hebben we de volgende dag een action in Sella. Waar we dan waarschijnlijk even een dagtipje van maken. En dan rijden we weer door. Heb je hem er al uit? Ja, ik heb hem al. Wat ga jij doen? Ik ga jou eten verzorgen. En hoe ga jij dat doen? Nou, op iets wat ik niet zo gewend ben. Op een fiets? Een fiets. Dus ja, daar gaan we natuurlijk wel beelden van maken, want dat is leuk. Is dat leuk? Ja, natuurlijk. Oh. Nou, ik ga op een fiets fietsen. Ja. Zo heet dat, geloof ik, fietsen. Dat is goed. Zoals de vorige keer er ineens mee stopt. Ja, want de vorige keer toen gebruikte in Nederland, toen in één keer hield de trapondersteuning ermee op. En toen dacht ik... En nu? Nou, hij heeft nog een vol accu. Ik zal ook even de plek hier laten zien. Er zitten bij een... Er zit een bel op. Er zit een bel op. We zitten bij een walnootkwekerij... En zoals je daar ziet zijn er ook ganzen. Ja, dit verraadt een beetje wat er met de gansjes gebeurt. Daar zijn wij niet zulke voorstanders van. Ook al vertelde Mark net hoe lekker hij dat wel niet vond. Ja, als je het niet weet, dan ga je puur op de smaak van het eten, is wel lekker. Ja. Nou, ik zou je niet te veel details geven. Ik zal het als ik jullie was ook niet googlen, maar het is iets met die... trechten en dit hok. En dan net zo lang door te drukken totdat er niet meer wat te drukken valt. Nou, ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Och, jongens. Nou, tot straks. Tot straks. Ik ga weer aan het werk, want als je afvraagt, wat doet hij dan als Mark weg is? Nou, daar zit er eentje heel enthousiast, maar ik heb een werkdagje. Dus ik ben muziekjes aan het uitzoeken voor de YouTube-video's weer. En ondertussen ben ik ook bezig met de video te editen. En ik doe dat nu op CapCut. Ik edit het voorheen altijd op
Final Cut Pro. Maar daar loopt het abonnement vanaf, zoals ik al wel eerder verteld had. En ik zocht naar alternatieven. En ik doe het nu via CapCut. En dat bevalt prima. Dus bijna hetzelfde. Alleen al gratis. Nou ja, het grootste gedeelte is gratis. Je kunt een Pro-abonnementje nemen, dan heb je wat meer opties. Daar twijfel ik nog over. Maar eigenlijk bevalt dit mij tot nu toe ook wel prima. Dus ik ga weer verder met de vlog editen, die morgen online komt. En ik hoop die van vrijdag ook al af te kunnen editen. Dus twee vlogs vandaag. En misschien nog een paar shots. Het is toch bonjour? Bonjour. Nou, hoe ging het? Nou, ik heb mijn tripje wel gehad. Ja, was zo erg? Nou ja, je merkt heel snel dat je natuurlijk toch wel naar boven en naar beneden gaat. Ja. Geen fietspaden. Dus ja, je rijdt meer op de straat dan wat anders. Maar je bent geslaagd? Ja, we hebben brood. Oh, het is een ander brood. Ja, het is een mooie ronde. Oh ja, hij ziet er zo'n beetje donker uit. Shooters. Kijk eens. Ah, een ronde. Een ronde. En wat hebben we nog meer meegenomen? Chocobroodjes. Pain de choco. Jambon. Je bent ook bij de Lidl geweest. Komkommer. Een kromkommer. Een tomaatje. Een vleestomaatje voor jou. Lekker. Met een mozzarellaatje voor jou. Lekker. En een speciale koekje bij de koffie. Een vanavond. Ja. Een chocoladekoek. Het ziet er lekker uit. Nou, één ding durf ik je wel te vertellen. Ja. We kunnen vanmiddag weer stofzuigen. Ja, dat weet ik ook. Alles zit onder de kruibels. Ah, dat heb je wel verdiend na zo'n lange fietstocht. Ja, plak je aan. Buitenkaasje. En jouw broodje ziet er ook lekker uit. Jazeker. We hebben een nieuwe snijplank. Dus je denkt, waar ligt die gek? Hij is ingeolied. Dan trekt al het eten er niet zo op in. En toch maar voor een houten gekozen. Ja, ik heb liever geen plastic. Deze is duurzaam. Nee. Nou ja, je eet minder plastic. Want onbewust eet je toch altijd wat plastic. En als je denkt, dat valt al mee. Nou, kijk maar eens naar filmpjes van koks die een paar keer goed snijden en dan het mes langs de plank halen. Je eet onbewust nog best wel wat plastic. Nu eet te oud. Dat vult tenminste nog. Wat ga ik maken? Ik ga een nieuw receptje proberen. Even de camera naar beneden. Ik ga courgette pannenkoekjes maken. En daarvoor gebruik ik 2 flinke tenen knoflook. 2 courgettes. Een worteltje. 6 eitjes. En daar komt nog geraspte kaas bij. En dan denk ik dat we wel een lekker maaltijdje hebben. En ik heb een choppertje mee, die op de saafmixer kan. Dus dat is een heel stuk makkelijker, want anders moet je namelijk alles raspen. En volgens mij hebben we niet eens een rasp mee. Jawel, hebben we die kaasrasp. Ja, maar dat is een hele fijne rasp. Ja, oké, maar dus een wortel zou er misschien nog wel mee kunnen, maar je gaat er geen courgettes mee raspen. Nee, dus het is mooi makkelijk en snel zo. Ja,
Oh, ik heb er nu al zin in. Ik heb eigenlijk best wel trek. Ik lust ook wel wat. Ja. Dus ik ga snel beginnen. We gaan snel beginnen, dan zijn we snel klaar. Nou, ik heb alles voorgesneden. Ik zou het normaal gesproken ietsjes minder fijn hakken, maar... Ik heb hier geen Magimix of KitchenAid zoals thuis. Deze heeft ietsjes minder power, dus ik hak alles alvast iets fijner voor. Dan weet ik zeker dat ik het motortje niet kapot brand tijdens het hakken. Nou, zo ziet het er dan uit. Hier voeg je 6 eitjes aan toe en peper en zout naar smaak. En dan bak hem maar. Ja, dan bak je het als pannenkoekjes. Ja, ben benieuwd. Maar dit zou mijn moeder ook mogen eten. Ja, hij is koolhydraatarm. Er zitten namelijk weinig koolhydraten in. Ja, geen toch? Ja, er zitten wel koolhydraten. Alles zit koolhydraten. Maar hij is koolhydraatarm. Er zit geen bloem in of suiker of aardappels of andere zetmelen. Nou, toppie. Dus iedereen die koolhydraatarm eet, kan dit ook maken. Dus is ook nog eens een keer gezond. Ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Tot volgende week.